vaak ook gamers, Lash hier. Welkom terug bij Meer The Kingdom. Welkom terug hier op eiland. Jongens, waarschijnlijk een hele korte aflevering vandaag. Het moet maar eventjes. Ik wil namelijk de kip gaan afmaken waar we de vorige keer aan begonnen zijn. Dus ik ben helemaal teruggegaan hier naar eiland. Sterker nog, ik ben gewoon teruggeteleporteerd. Zo makkelijk gaat dat als je koning bent. Ik heb hier de kwarts meegenomen. Ik heb hier nog 51 en ik had zelf ook nog ergens anders een beetje liggen. Hadden we nog over van dit gebouw. En ik heb goud gevonden ergens. Hier in dat opslagdingetje. Er lag ook nog ergens een hoekje. En deze, obsidian. Wel geteld 3 hele obsidian. Yes, wij zijn echt freaking rijk hier op Atla. Wat we vandaag gaan doen is dus de kip afmaken. De grote nieuwe kip Nugget. En dat was het eigenlijk wel eens een beetje. Maar dan moeten we toch iets doen vandaag. We moeten toch iets qua kingdom doen. Dus daar gaan we. Warp Crux. En ik moet nog steeds eens eventjes die TP, hoe heet het ook alweer hier? Minister Keep. Dat moet ik er nog steeds voor maken. Daar ben ik ook te lui voor. Hoe komt... Man, we gaan hier niet barbecuen hier op Minas Tirith. Wie schiet die pijl? Huh? Wie valt mijn kasteel aan? Het brandt daar ook. Is dat een fakkel of wat is het? Is dat een fakkel of het Minas Tirith nu al aangevallen? We zijn hier net, man. Oh, hij is uitgedoofd. Nou, mag ik die pijl meenemen? Zou vet zijn. Geef me die pijl. Ah, weet je wat, laat ik maar zitten. We hebben belangrijk werk te doen. We moeten namelijk de grote nieuwe kip Nugget afmaken. En dat zal echt wel best wel wat werk kosten. Dus ik dacht dat dat deze kant op was. Als die kip Nugget er staat, dan kunnen we eindelijk hier ook op Minas Tirith gaan buigen. Zo van, oh, heilige Nugget. De heilige kip Nugget. Ik vind het echt freaking vreemd klinken. Maar dat maakt niet uit. Jullie hebben die naam bedacht. Ik heb daar helemaal niks mee te maken. Dus als iemand straks komt klagen van, hey man, wat is die naam raar? Dan weet je bij wie je moet klagen. Bij een van jullie. Ik zou niet weten wie, maar... Even jullie. We gaan hier deze eventjes weghalen. Ik zie dat ik een schep vergeten ben. Geweldig, Lars. Heel goed gedaan weer. Ik denk ik ga helemaal voorbereid. Ga ik deze keer richting Nugget. Nou, mooi dus eventjes niet. Deze. En deze. Kijk, dit ben ik dus ook al bang voor dat ik dit al verkeerd doe. Die poten die zijn volgens mij echt veel groter dan de kip. Dan de poten van kip en van kalf. Misschien dat ik eventjes naar kip en kalf moet kijken voordat ik hier naartoe rende. Oh... Ik moet eens even wat leren minder impulsief te zijn. Dus dit gaat echt een keertje fout binnenkort. Hier moeten we ook nog wat een en ander aan veranderen. Namelijk dit. Even kijken hoor. Waar zet hij ook weer? Daar. Kijk, dat was ik vergeten. Dat die anderen natuurlijk ook gewoon vleugels hadden. Dat was ik helemaal vergeten. Kip en kalf hebben ook vleugels. En vandaar dat ze zo breed zijn. Die anderen die zijn een stuk breder, die kippen. Dus deze ging ook zo. Kunnen er nog eentje lager of niet? Nee. En dan... daar. Dat moet wel goed zijn natuurlijk. Kijk, dit begint ergens op te lijken. Oh, ik moet eigenlijk de kini naar beneden lazen, want dan ben ik gewoon nog dood ook. Hier begint ergens op te lijken. Hé. Eindelijk is een beetje. Kan ik nog steeds vliegen? Ik kan niet meer vliegen. Hoe kan dat? Ik wil vliegen, potverjampietverpiemelepukjes. Of zo. En dan... Oh, kijk. Nou ziet het ergens uit. Nou klopt die weer. En dan gaan we dit veranderen. In. Wordt die zooi ook weer? Kwarts. Nou is de kip tenminste een kwartje voor zijn neus waard. Zo, voor mij maak ik hetzelfde slechte grap de vorige keer ook. Dus, excuus. Hier hebben we ogen. We hebben namelijk 1, 2 ogen. Hier moet dan kwarts tussen. Zo, dit moet kwarts worden. En daar heb ik tenminste een pickaxe voor meegenomen. Hoppakee, weg met die troep. Ik wil geen beschimmelde kippen. Zo. En dan... Zal ik even aan die kant gaan staan of zal ik eentje naar beneden springen? Ik spring naar beneden. Weet je waarom? Ik zeg het niet. Ik wilde YOLO zeggen. Maar dat zeg ik niet. Dat durf ik niet. Zo. Dan gaat dit weg. En dan gaan we... Oh, kijk. Het komt op. Daar er staat daar nog een kip. Oh, wacht. Dat was van de vorige keer natuurlijk. Helemaal vergeten. Zo. Zo. En zo. Terwijl de zon er opkomt, krijgen we ook een nieuwe keep hier op het eiland. Ik zou zeggen van... Het is ondertussen alsof het zo uitgekiend is. Is het niet, maar het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen dat het zo uitgekiend is. Zo, hoppatee, weg met die zooi. Begint het nou wel een beetje ergens op te lijken? Kijk, nou begint het ergens op te lijken, hè. Het ziet er nog steeds uit als een eend. Maar dan gaan we eens even wat aan veranderen. Zo, want ik wil geen heilige eenden. Eenden zijn ook lekker, maar ze zijn niet heilig. Dus daar moeten we even nog wat verbeteringen aanbrengen. Bijvoorbeeld zo'n kammetje. Zo. Ziet hij zo beter uit? Goed zo. Ja, nog eentje naar achteren. Zo denk ik, hè. Moet deze nog eentje breder? Je zou haast zeggen van wel.
Is die zo goed? Volgens mijn keep die ik gekregen heb op de gathering ziet hij er zo uit namelijk. En dan ga ik er wel op van naar buiten dat dat zo is. Want diegene heeft namelijk heel goed naar keep gekeken voordat hij hem nabouwde. Dus we gaan er maar vanuit dat hij dat ook echt helemaal goed gedaan heeft. En dan vertrouw ik daar maar op. Het is toch potverdorie erg dat ik als kippenkoning niet eens weet hoe ik mijn eigen kippen moet maken. Misschien moet ik even op kippenbouwles binnenkort. Is er geen LOE cursus of zo? Kippen bouwen? Kippencursus? Als dat zo is, dan meld ik me als eerste aan. En dan zorg ik dat ik vooraan zit en dat ik alles opschrijf. Zo. En dan moet er nog een dingetje onder. Dat heeft natuurlijk ook een sikkie. Zo. Volgens mij ziet dit er heel aardig uit. Hij ziet er wel een beetje anders uit. Misschien nog eentje langer. Zou dat het kunnen zijn? Dat ik hem deze... Klunk, klunk, klunk. Klunk. Klunk, klunk. Kijk, misschien dat ik hem gewoon eentje langer had moeten maken. Dat hij gewoon te kort was. En dan klunk, klunk, klunk. Ziet het eruit als een kip? Ik wil gewoon even vliegen. Ik wil even een afstandje zien. Fly. YOLO swag. Ah, kak, ik toch YOLO gezegd. Ziet dit eruit als ik ga even vergelijken met die andere kip daar. Even kijken hoe dat er nou precies uitziet. Dan kan ik er tenminste verbeteringen aanbrengen. Het lijkt er niet eens op wat ik gebouwd heb. Wie heeft mijn kip opgeblazen? Er is een aanslag gepleegd op deze heilige kip. Oh, zal die Diana vader wel weer geweest zijn? Daar heb ik dan niks aan. Wacht, ik moet dit kontje er nog bij maken. Dat is het. Zo. Even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nou, dat klopt wel. En dan 5. Oké, okay. En dan het kontje. Oké. Okay. Let's do that shit. Het ziet er best episch uit, jongens, als je zo aan kan vliegen. Dus als je een verdwaalde kip bent en je wil hier komen landen, je bent van harte welkom. Kijk, dit. Oh, wacht eventjes. Ik zie het al. Ik zie het al, ik zie het al. Dit hoort er niet. Deze horen er niet. Ja, maar... Hè? Op een of andere manier klopt het niet. Het klopt niet wat ik gebouwd heb. Dit zit ook scheef. Maar wat klopt er dan niet aan? Hier zit die... Die kip is 6 breedte aan de bovenkant bij zijn neus. Nou, dat is die hier ook. Hoe breed is deze dan aan de voorkant? Deze is 5 breed aan de voorkant, want dat ding zit in het midden. Dus het moet eigenlijk gewoon een blok van... Hij is 6 lang. Ah, wacht eens eventjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan 4 aan de zijkant. Zij is 6 breed, inclusief 4 aan de zijkant. Eens even kijken hoe ik dat uitgemeten heb. Hoe ben ik ooit voor mijn wiskunde-examen geslaagd? Hoe heb ik dat gedaan? Dat is ook ondertussen alweer 7 jaar geleden. Kom op, luister. Eventjes een beetje bijblijven. Dit is... Het is helemaal geen 6. Ik heb er even een 5 breed gemaakt. Waarom is deze kip 5 breed en die 6? Hoe kan dat? Is dit een dun kipje of zo? Een klein kipje. Nou, vooruit. I'll take it. Dan gaan we deze gewoon een beetje anders maken. Weet je, elke kip is uniek. Zo kunnen we het ook zien. Elke kip heeft weer andere kwaliteiten. Zo. Hoppakee. Deze er nog bij. Klunk. Nou, hier. Lijkt dit op een kip of lijkt dit op een kip? Ik zou zeggen dat het op een kip lijkt. Als je niet zegt dat het op een kip lijkt, dan word ik boos. Weet je wat, we beschouwen hem gewoon zo als af. Wat maakt het nou uit? Elke kip ziet er anders uit. In Minecraft is dat niet het geval, maar in real life wel. Dus dan doen we dat er maar even mee. Ik wil deze nog eentje langer. Zo. Precies mijn spullen op. Ook allemaal hartstikke mooi. Het staat er ook echt alsof hij met zijn armen naar beneden staat. Zo van, ik moet hier staan, maar eigenlijk wil ik hier helemaal niet staan. Hij moet eentje korter. Zo. Deze moet eraf. Dan kan ik ook zijn poot beter zien. Zo. Weet je wat? Ik zou zeggen, kip, kalf, hoe weet je ook weer? Nugget, je bent klaar, jongen. Ik vind het helemaal mooi. Hij moet eigenlijk toch kunnen schijten. Dus moet ik binnenkort even een schijtmechanisme inbouwen. Maar goed, voorlopig staat hij. Hij staat. Ik vind het al heel wat. Als je hem vergelijkt met dat ding wat we de vorige keer gebouwd hebben. Zou ik zeggen van, kalf, nee niet kalf, nugget, je bent er behoorlijk op vooruit gegaan. Hij is van een 6-pack nugget naar een 12-pack nugget gegaan. Zo van, je kan de helft van de kipnuggets krijgen. Laat ook maar. Vaak gamers, vergeet ook niet om even een groen duimpje te doen op deze Kingdom aflevering. Als je vindt dat Nugget er deze keer een heel stuk beter uitziet dan de vorige keer. De vorige keer hadden we geloof ik 3.500 groene duimpjes gehaald, jongens. Super, super vet daarvoor. Ontzettend bedankt. Ik hoop
En ik hoop echt dat we ooit eens een keertje de 4000 gaan halen. Maar dat zien we dan wel weer. Dat kan altijd nog wel langzaam aantikken. Voor nu zeg ik, bedankt voor het kijken. Buig even richting de grote heilige Nugget. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Hier op The Kingdom. Bij meer Minas the Keep. Ik ga heel gauw mijn fly uitzetten, anders wordt heilig kipboos. En bij meer Vaco Games. Mazzel!